De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Bosch heeft donderdag geoordeeld dat de gemeente Bladel terecht Dutch Pet Farm, ook bekend als Puppy Point in Hapert, heeft verboden om geïmporteerde viervoeters te verkopen. De gemeente legde het bedrijf met vestigingen in Hapert en Bladel recent dwangsommen op voor een totaalbedrag van €740.000. De gemeente Bladel wil dat eigenaar Jurgen Kasteleins stopt met de handel in geïmporteerde honden op zijn locatie in Hapert. Het verkopen van zelfgefokte honden die op het bedrijf geboren worden past volgens de gemeente wel binnen de agrarische bestemming met functieaanduiding hondenfokkerij. Volgens de rechter kan Kasteleins van Dutch Pet Farm niet weerleggen dat de honden afkomstig zijn uit het buitenland en meestal kort, soms nog geen dag, op het bedrijf verblijven.